Hallo, welkom. Leuk dat je kijkt. Wij zijn Yuki en Danny en wij gaan Asking for a Friend doen. En daarmee onze kennis aan jullie overdragen. Hard to get, het is meestal gewoon not to get bij mij. Ik zou het liefst gewoon elke dag... Mama en papa kijken dit ook. Wil je influencer worden of wil je beroemd worden? Olivia. Jij mag het eerste doen. Deze is helemaal voor mij. Hi friends. Hey, kawaii. Ik woon sinds kort samen met mijn beste vriendin. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niks. Ik irriteer me mateloos aan haar. En ik heb het idee dat zij nergens last van heeft en het juist alleen maar leuk vindt. Hoe kan ik dit het beste tegen haar zeggen? Goeie vraag. Ja. Wij wonen dus ook samen. En voor ons is het makkelijker, denk ik, om dingen tegen elkaar te zeggen. Soms ook te makkelijk. Gewoon gaan. Gewoon vertrekken in de nacht. Nooit iets zeggen. Ik zou het gewoon direct zeggen. Kijk, dat is dus fout. Ja. Denk ik. Vaak zijn het dingetjes zoals van, oké, misschien moet zij een keer vaker de vaatwas uitruimen. Van, oké, wil jij op die dagen vaatwas uitruimen? Of ik vind het vervelend dat jij... Nee, misschien niet zeggen van, ik vind het vervelend. Ja, oké, misschien niet dat. Wij, stel ik zou met jou wonen en ik zou me echt irriteren aan je. Dief nou even op, joh. Zou ik dat tegen je zeggen, joh. Dief nou even op, joh. Ja. Maar vrouwen? Oef, dan krijg je meteen achterbakse roddels en steken onder water. En word je misschien wel vermoord in je slaap. Ik snap het wel, maar aan de andere kant kan toch beter gewoon eerlijk zijn. Maar nogmaals, bij vrouwen... En dan moet je gewoon allebei van elkaar gaan vragen van... Nou, hé, ik vind dit chill, jij vindt dat chill. Oké, hoe kunnen we een middenweg vinden? Ja, wij moeten dat ook nog steeds doen, want... Oh mijn god. Zelfs bij ons hebben wij andere gewoontes, want ik ben best wel... Rommelig. Oh, wacht eens even. Hmm. Dit is niet, je doet iets irritant. Ik vind het gewoon echt niet leuk om met je samen te wonen. Ik vind alsnog wat je moet zeggen, ik kan je wel garanderen dat het heel bad gaat. De relatie met je beste vriendin. Maar als het echt je beste vriendin is, komen jullie er wel bovenop. Ik denk dus bijvoorbeeld dat er de afwas niet gedaan wordt, dat 's avonds late muziek hard is. En dan zou ik denk ik elke keer als je wat irriteert, dan zou ik dat dan direct tegen haar zeggen van... Hé, ik heb de afwas gedaan. Maar zou jij dat de volgende keer willen doen? En dan zou ik dat zeg maar rustig brengen. En aan het eind van de week zou ik zeggen, yo, luister. Ik heb nu dit gehad, dit en dit. En ja, ik irriteer me eraan. Ja, maar gelijk. Ja. Ja. Doet de camera vrouw. Dat betekent dat dit helemaal een goed antwoord was. Wil je dan meer antwoorden? Blijf kijken. Hey allemaal, hoe weet ik wanneer een meisje hard to get is? Of mij gewoon simpelweg niet leuk vindt? Ik snap helemaal niks van. Nou, ik denk dat het eerst dat je zegt al hey allemaal. Hey allemaal. Ik krijg slecht antwoord op appjes, maar als ik het even niks laat weten, is hij toch degene die weer het gesprek opent. Mannen, hebben jullie enige ervaring mee? En meiden, wat denken jullie? Even begrijpend lezen. Misschien is ze niet verliefd, maar ze vindt die aandacht wel echt chill. Ja, soms spelen ze dat spelletje gewoon best wel hard. Ja. Maar je moet gewoon net zo hard terugspelen. Juist. Hebben jullie hier ervaring mee? Nee. Meestal ben ik degene die dit doet. Dus ik kan je wel zeggen wat er aan de hand is. Maar het is best wel kut soms. Nou ja, soms vind je natuurlijk wel eens gewoon een meisje extra leuk en dan wil je gewoon antwoord hebben en dan geeft zij geen antwoord terug. En dan denk je van ja, hè. Veland? Nou, uiteindelijk is het bij mij niet echt hard to get spelen. Het is gewoon... Jij hebt geen zin. Ja, ik heb gewoon geen zin. En als je wel zin hebt, dan doe je het wel weer. Ja, maar ik ga wel goed op de aandacht. Maar unbothered. En dan wanneer het weggaat, denk ik, oh, dat gaan we niet doen. Nou, ik ben dus helemaal achter mijn huidige vriend aangegaan. En ik wist van, zeg maar, dit is... Maar jij appte hem? Vuur. Hem dan altijd. Ja, mist wel. Ik had gehad dat iemand eerder tegen zei van, nee, sorry, ik ben echt geïnteresseerd. Ja. Ja, gisteren. Gisteren nog. Dat krijg je wel dus, ja. Heb ik ooit iemand hard to get? Nee. Sorry, maar Tess, haar history is ten eerste heel schaars. Je bent niet echt een badass geweest of nee, zo. Nee, ik ben I'm a good girl. Danced several times. By the same person several times. Hard to get, het is meestal gewoon not to get bij mij. They think, don't get me. And I'm like, oh, I'm gonna get you. Als je die chick echt leuk vindt, moet je gewoon proberen van, yo, kom, we gaan een keer wat drinken of zo. Nee, en als ze dan af laat weten, zo van, ja, ik wil wel. En dan uiteindelijk dat afspraak niet doorgetrekt, dan weet je genoeg. Ja, dan weet je genoeg. Maar goed, je moet wel gewoon doorgaan met wat je doen is. Ik denk ook. Ik denk gewoon, als je iemand echt leuk vindt, moet je best... Maar je moet naar je gut feeling luisteren. Hou een beetje zelfrespect. Ga niet soort van jaren achter iemand aan. Er zijn boundaries. Dat wordt zielig. Hallo, ik heb zo hard gevochten voor mijn huidige vriend. En dat is echt goals. Ik ook wel een beetje. We zijn echt twee jaar verder.
beetje. Lieve friend, ik heb nu een jaar een relatie met mijn vriend. Maar ik merk dat ik vaker zin heb in seks dan hij. Ik hoor juist altijd van mijn vriendinnen dat juist mannen altijd meer zin hebben. Dan vrouwen. Is er wat mis als je weinig seks hebt in je relatie? Nee. Nee, hè? Nee. Lisa? Ja, oké, hier kan ik ook wel antwoord op geven. Als je iemand echt de shit vindt, ook als ze je seksueel aangetrokken voelen, ja. Maar het komt er maar echt heel weinig van, ja, dat vind ik ook gaat er iets niet goed. Maar het ligt er ook een beetje aan... Oh, wacht even. Ik heb een jaar. Nou. Oh, een jaar. Dat is echt, dat moet allemaal nog top zijn. Oh nee, daar ben ik het zeker mee eens. Hoe langer je die konijntjes kan blijven, zo lang moet je het ook doen. Dat is toch leuk. Gewoon een leuke fase. Mijn libido is gewoon echt veel hoger dan die van mijn vriend. Ik zou het liefst gewoon elke dag... mama en papa kijken dit ook, maar goed. Drang is er gewoon iets minder. En ik twijfel echt totaal niet of die mij niet leuk vindt of zo. Het is ook een fabeltje dat mannen meer zin hebben in seks dan vrouwen. Klopt. Ten eerste is het echt een fabel dat mannen meer zin hebben dan vrouwen. Ik ken ook wel vrouwen die veel meer seks willen dan mannen. Maar op een gegeven moment is het dan gewoon klaar. Nee, je kan niet meer. Nee, je bent geen robot. Nee. Ik denk dat dat haar probleem is. Zij denkt dat mannen meer zin moeten hebben, waardoor ze zich nog meer beledigd voelt dat haar vriend minder wil. Terwijl als je ook accepteert dat jouw vriend minder libido kan hebben dan jij, dan kan je misschien al wat meer accepteren dat het wat minder is dan jij zou willen. Alsnog is het jammer. Niks opgelost. Ik denk niet dat er wat mis is in je relatie als je minder seks hebt. Ik denk wel dat je erover kan praten. Klopt. Date night, gaat lekker uit eten, heb een paar wijntjes op. En dan zeg je, hey, vind jij dat er iets mist in onze relatie? En dan heb je dat soort, dat doe ik. Dat is echt typisch wat vrouwen doen. En dan klinkt ze er nog, maar dan zou je best nog wel eens een afspraakje kunnen maken daarover. Zeg van, zullen we donderdagavond? Nee. Nee? Nee, man. Moet je dat toch niet plannen, gek? Waarom niet? Maar dan plan ik gewoon een date night. Ja, precies. Oké, dus date night, ja. Okay. Ja, en dan zeg ik, en vanavond, get ready to rumble. Hey ensemble, even een vraag met betrekking tot een goede vriendin van mij. Ze liegt. Dat gaat over haar. Sinds een tijd probeert zij namelijk een zogenaamde influencer... Olivia. Zogenaamde influencer te worden op Instagram, maar het wil nog niet echt lukken. Af en toe heb ik nog last van plaatsvervangende schaamte als ik haar allerlei merken zie mailen voor een samenwerking. Omdat ik het idee heb dat het nogal een desperate overkomt. Aangezien ze zelf ook door is dat de goede betaalde influencerbaan niet zo 1, 2, 3 is gefikt, wil ze nu meedoen aan een hele ordinaire reality TV show. Ze hoopt daarmee gewoon meer volgers te krijgen. Ja. Maar gewoon lekker de gang laten gaan, toch? Ja, maar Nienke Plas, die is toch al influencer? Ik vind het gewoon heel makkelijk wanneer je niet veel volgers hebt, omdat je niet soort van echt een talent hebt, zeg maar. En dan ga je dus maar meedoen aan Love Island. Ja, wat wil je influencer worden of wil je beroemd worden? Dus daar zit wel een verschil tussen. Dat is heel dun. En wat doe jij nu dan eigenlijk? Ik ben hier mijn humortalent aan het overbrengen op het internet. Wat probeer je hiermee te bereiken, Tess? Sommige meiden zijn zeg maar beroemd. En daardoor influencer. En sommige mensen zijn, zeg maar, hebben een passie voor iets en worden daardoor invloedrijk binnen die bepaalde passie. En dat zijn twee verschillende dingen. Ja, ik vind sowieso dat je je meningen over moet geven. Als je er niet achter staat, moet je dat altijd zeggen. Kan je misschien brengen van, misschien kijk jij er alleen maar rooskleurig naar, maar er zitten ook superveel nadelen aan als je daar aan mee wilt doen. En ik denk dat de meiden die influencer willen worden, eigenlijk gewoon een stiekeme fame game spelen. En gewoon hunger hebben naar een bepaalde beroemdheid, fame. En niet per se naar een bepaald iets dat ze willen overbrengen. Nou, dat is... Time will tell. Ik denk dat het een soort van een eendagsvliegfaam is of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Want in the end wil ik je toch wel zien op tv om je uit te kunnen lachen of om je toe te lachen. Dus we hebben ze nodig. Ja, oh, ik hou van die entertainment. Ja, dankjewel dat je er bent, maar ik vind de motivatie om mee te doen vind ik jammer. Weet je de gevolgen ervan wel echt? En zij zegt nog steeds, ja, weet ik echt. En dat vind ik helemaal prima. Ja, dan moet je het er gewoon laten doen. Ja. En dan moet je er ook gewoon supporten. Is haar leven. Doe mijn leven! Ik denk dat je dan gewoon het gesprek aan moet of ze nou influencer worden of gewoon beroemd. Want als ze beroemd wil worden, kan ze ook een sekstape lekken. Ja, dat werkt altijd goed. Is dit het? Dit was de eerste aflevering, so thank you for watching. Shit, het ging snel, man. Dit was de eerste aflevering van Asking for a Friend. Vond je het leuk? Laat even comment achter. Duimpje omhoog, je weet hoe het werkt. En tot de volgende. Dit kan jij als de beste.